Funkablokken. Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Jullie hebben vlog 1 als het goed is kunnen zien. Daar hebben jullie kunnen zien dat we naar de oude vertrouwde Tsjechische markt gaan. Maar nu gaan we naar de nieuwe. Als het goed is zit hij op 6 minuten rijden. Daar gaan we nu naartoe. En daar ligt het vuurwerk wel gewoon uitgestald. Als ik video's van Duitse vuurwerk YouTubers mag geloven. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze daar hebben. Omdat we daar ook nog nooit zijn geweest. Een keer een hele nieuwe locatie. Omdat we anders naar Polen gingen, altijd hetzelfde. Dus nu laten we jullie een keer de nieuwe markt zien. Dan gaan we flink wat halen, boys. Zo. Gewoon die blokken en zo. En dat zien jullie dan later in stookvideo's. Doe alvast een like omhoog, jongens. Maar rechts. Ja. Ziek. Of die kleuren. We zijn in Beverwijk vandaag, jongens. Ja, het lijkt echt op Beverwijk, inderdaad. Het lijkt echt op Beverwijk, inderdaad. Welkom. Ik hoop dat er nog een parkeerplekje is. Welkom in Beverwijk. Hele grote markt. Aan alle kanten zie je ook nog hier allemaal standjes en zo. We gaan alleen nog even op zoek naar het vuurwerk, omdat we hier zelf ook nog nooit zijn geweest. Misschien moet je ook hier doorvragen. Gaat er weer een koffertje open. Komen er weer wat shells uit. Laten we even gaan zoeken naar vuurwerk, want daar komen we voor. Kijk dit, jongens. Eindelijk. Wat is dit dan? Alles ligt hier gewoon los. Lijp, hè? Tijgerboom. Hier, heel karton. Kijk die cakes. Tijgerboom? Duppen. Kijk hoeveel hier ligt, jongens. Grote lijp, hè? Hier, deze had ik met Ruben. XXL battery. 200 shots. Lijp, hè, Des? Classic. Ah, kijk hoe groot die pijlen zijn. Maar die Shell-buizen ook, hè? Nou, ze zeiden dus ook dat ze nog wat achter de kassa haalden. Ja. Hadden jullie dat gehoord? Shelletjes. Shells en zo. Even kijken. Ze hebben daar dikke bommen. Nou, we zitten nu even te kijken naar de nitraten. Oh ja, die hadden we ook afgestoken. Oh. Eén zo'n E. Die kan je naast je sokken doen. Oh, hier. Kijk dan. Ja, hier. Zo. Dat is een hele andere man. Wat is dit dan? Oh, dit is café. Oh, hier. Zo. Dit zijn wel hele aparte cobra's. Wat zijn dat dan, joh? Die worden even hier neergelegd voor ons. Lijken wel op rookbommetjes. Ja. Even kijken of een gam erin zit. Niet normaal. 4x25. Nova Cobra 09. Hey, maar boys. 4 euro. Zijn dit zowel dan de echte? Nee. Nee, man. Tuurlijk niet. Nee, die FR3. Zit er geen. Ja, snel, man. Wat is dit dan? Nou, krijgen we dit ineens in onze handen gedrukt. Ja, echt leuk. Oceanele Cobra'tjes. Lazio Helio. 25 gram. Nova Lekker Cobra. Zo, wat is dat dan? Ja. Ik maak een foto voor je. Kijk hoe groot deze is. Snap, hè? Maar, nee toch? Die is echt hoor. Kijk eens naar mij. Wow. Holy shit. Er zit geen ding op, beschermdingetjes. Hij kan zo afgaan. Ja jongens, ook deze kregen we net in onze handen gedrukt. Moet je kijken. Als, als je hem naast Des houdt, zie je hoe groot hij is. Zo. 200 gram. Ja, dan schiet je wel een hoofd mee af, man. Nou. Niet normaal. Ik denk dat ik dan de pijp uit ga, ja. Wow. Maar ook zo'n kort lontje. Ja, echt hè. Net zoals jij. Ja. Kort talon. Ja, deze kun je zo zelf uitprinten. Hier staan dus ook nog Shell buizen. Maar besef hoe raar het is dat dit gewoon de markt is. Mensen lopen hier gewoon langs. En in Nederland dat ze hier zo'n probleem van maken. Dat is dat voor zoek. Maar ik vind het echt een zieke winkel. Dat je ook alles gewoon kan filmen. Buiten lopen mensen gewoon en dan zie je hier alles liggen. Grote blokken. En Ruben, als je deze video kijkt, deze hadden wij nog natuurlijk een paar jaar geleden. Kijk dit, jongens, hoe groot deze pijlen zijn. Als je hierop gaat zitten, dan vlieg je weg. Vlieg je terug naar huis. Maar kijk die tubes, gek. Niet normaal, man. Ziekelijk. Mooie markt, dit, gek. Ja. Die liggen blokken, gek. Dat zeg ik meteen. En dan buiten, gewoon als je kijkt, gewoon mensen met honden hier zo. Kijk, daar zitten ze. En kattendingen. En dan kijk je hier naartoe en dan zie je gewoon een vuurwerk liggen. In Nederland zou hier echt. Ah, dit zou echt een schande zijn als dit in Nederland zou zijn. Hè? Alles moet in bunkers en zo en dan zie je dit hier gewoon liggen. Niet normaal. Hier jongens, bij deze winkel vindt Desley ook even wat. Ja, wat? Ja, man. Moet je kijken. Knallers. Moet je hier iets? Kijk. Ook bij deze winkel. Heb je ook hele rare shit. Zo, wat is dat dan? Ja, dat is volgens mij echt van 2010 of zo nog. Die is heel oud, man. En ja. Zelfs deze. Oh, huh? Hey. Hey, boys, kijk deze dan. Nee. 5G die zilver is. Wow, maar je kent deze dan? Color Thunder. Leuk.
4,5 gram. Heel leid. Betonblokken. Niet normaal, man. Dit is waarschijnlijk hetzelfde. Daar staan ook nog wel wat pijlen. Ja, dit zijn dezelfde, maar dit is... Oh, dit is C. Dit is A. We hebben hier een cilinder gekregen. Welke effect? Sunflower. Sunflower. 6 inch. Cilinder shell. Dit is echt een zieke. Alleen, helaas mogen we geen kat 4 maar afsteken. Vooral op YouTube ook niet. Dus dat gaan we ook niet doen. Dit is echt... Ja, te insane, man. Moet je kijken hoe groot dit is. Niet normaal. Ja. Zo, dus je hoofd gek. De vraag in Polen was, kan je nog een kat 4 komen? Nou, hier. Moet je kijken, we staan gewoon... In Tsjechië is dat geen vraag meer. Mensen die rekenen telefoonladers af en wij staan hier met een 6 inch. 6 inch sunflower gek. Het is gewoon een mini stroboli. Ik zit, joh. Het is gewoon een mini stroboli. Ik leg er ook nog even een 5 inch bij, jongens. 5 inch shell blue peony. En dan naast deze moet je kijken hoe lijp. Echt ziek. En dan deze grote knallers er nog naast. 100 gram. Eigenlijk een cobra 8. Dan nog een broertje. Nog een broertje. Vergelijking. Ik heb het al heel lang over die, dat ik die wil horen. Maar ja. Deze sis ook van tevoren. Hier. Zijn strijkers, toch? Nee. Dacht ik. Nee. Dat is zo niet. Oh, dit. Mooi lontje. Ja, Dimitrios. We hebben dus wel vuurwerk gevonden. Vooral bij die winkel daarachter. Jullie kunnen het niet zien tegen de zon in, helaas. Maar niet normaal, man. Wat je er allemaal had. Nee? Natuurlijk wel. Mafketen. Ja, dit is dus een hele grote markt. Oh, ik dacht, je gaat er eentje aansteken. Nee. Kijk eens, jongens, kerstspullen al. Om even in de stemming te komen. Ook hier even kijken. Misschien hebben ze hier vuurwerk. Ook hier, jongens. Ook die nummer 1 ligt daar. Niet normaal. 30, ja. Kijk, deze. Zo. Lauw, hè? Ja. Echt lauw, man, deze. 78 shots. Naast het speelgoed vast. Ja. Wow. Naast het speelgoed. Ook hier gewoon vuurwerk. Ziek dit. En naast de tandpasta. Kan allemaal hier. Ja. Cobra 10. Nou. Ik zie daarachter ook nog meer. Dumme 50. Nog gast, kijk deze. Alkoponen. Dikke staven. Staven niks is. Dikke wc-rollen. Jezus. Daar lijken ze echt op. Ei. Goed. Naast het speelgoed ligt hier ook gewoon vuurwerk. De grootste dingen ook gewoon alsof het gewoon logisch is. €15. Niet normaal. Dus ja, ook op deze markt. Eigenlijk, op deze markt is er veel meer te vinden dan waar we waren. Ja. Echt zoveel meer diversiteit ook. Precies, echt allemaal van Tara. Je ligt allemaal bij elkaar gewoon. Dat is ook fijn. Dumb 50, dumb 30. Ja, man. We zijn weer in de auto richting het hotel. We zijn bij de markt geweest, bij die nieuwe markt. Ik vond het echt een van de betere markten waar we de laatste jaren zijn geweest. Omdat je dus, je had meerdere winkels waar je zo naar binnen kon lopen. Ze hadden alles uitgestald liggen. Ja. Ja, vooral die XXL battery en zo. Ze hadden wel goed assortiment. Ja, man, en die shells die dan even onder de toonbank vandaan had. Vooral qua cakes ook, hè? Cakes, heel veel. Waren niet heel goekoop, die cakes. Ja, maar 30 en 60 euro gemiddeld wel. Ja, klopt. De XXL battery was 250 of zo. Maar zo zie je, dit was een hele grote markt. Ik had hem gezien bij een Duitse YouTuber. En ik dacht van ja, we moeten een keer naar die markt toe, weet je. Ook voor de video's, voor de tripvideo's. Gewoon lachen om ook een keer een nieuwe locatie te laten zien. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. We blijven op zoek gaan naar nieuwe markten. Er komen waarschijnlijk volgend jaar dan weer nieuwe video's van andere markten. Heb jij nog tips voor nieuwe markten? Laat het achter in deze video. Dan kunnen we er misschien volgend jaar naartoe gaan. Vergeet die like niet, vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video.